Frodo, wat is botox? Nou, botox is specifiek een stofje wat de spieren tot rust brengt. En wat je daarmee dus doet, is ervoor zorgen dat de spier minder goed kan bewegen. En in de cosmetische geneeskunde gebruiken we het om rimpeltjes te voorkomen. De fronslijnen zijn de bekendste, maar ook de voorhoofdlijnen. We gebruiken het ook om de kaakspier te versmallen of wat slapper te maken. Heel veel mensen die last hebben van kaakklemmen of tandenknarsen, dat is gebruikt in de kaakspier. En dat is in de cosmetische geneeskunde, dus voor de rimpeltjes en bijvoorbeeld voor de kaakspieren. Daarnaast wordt het ook gebruikt om rust te geven aan de spieren in het gelaat voor migraine. Tegen overmatig transpireren in de oksels, tegen een overmatig actieve blaas, voor sphincters in de anus. Er zijn heel veel variaties waar we botox voor gebruiken, maar het meest bekend is botox toch echt voor het gebruik in het hoofd. In het gezicht, tegen de lijntjes, voorhoofd en frons.